Udo zit er nog bij. Chris, enorm goeie. Blij. Ja, ik ben echt zeer blij, natuurlijk. Als er maar 4 kandidaten meer zijn, dan heb je geen enkele garantie. Vanaf vandaag mocht ook het publiek voor de eerste keer beslissen. Dus dat maakt me dubbel blij dat Udo nog van de partij is. Want dat wil toch zeggen dat de mensen voldoende voor hem gestemd hebben en hem dus wel degelijk voldoende zien zitten. Vind je het lastig om het niet meer in de hand te hebben van de herkansingsronde, want er is geen herkansingsronde meer? Ja, kijk, daar moet je je bij neerleggen. Dat is het format van de wedstrijd. Ik vond het wel tegenover Idool wel een goed format. In die zin dat we als jury op het einde nog toch een beslissende vinger hadden. Weliswaar geen echt hand, maar toch nog onze favoriet van die 2 herkansers dan konden bijhouden. Weet je, bij Idool had je soms, zeker aan het begin van de wedstrijd, als er nog niet echt veel gestemd wordt, iemand die toevallig geen grote brede aanhang heeft en zich geconcentreerd heeft op zingen en repeteren voor het programma en misschien niet meteen heeft zitten denken gans de week, ik moet mensen motiveren om voor mij te stemmen. Die lag er zondags misschien uit. Dat was niks tegen te beginnen. De gerechtsdeurwaarders staan naast de computer. En op deze manier in X-Factor konden we initieel toch, allez, de mensen die wij 2 van ons 3 beter vonden, toch in de wedstrijd houden. Het is toch een kleine... Ja, ik wil niet zeggen dat het publiek er geen verstand van heeft. Integendeel, het publiek heeft altijd gelijk. Maar soms duurt het een aantal weken voor je iemand zijn capaciteiten ten volle kan tonen. Ja, dat toch wel gelukt is bij Udo om zijn capaciteiten te tonen. Ja, uiteraard. Maar ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd, als we Veronique 3-4 weken langer hadden kunnen laten meegaan, dat de mensen daar helemaal anders over hadden gedacht of helemaal anders zouden naar gekeken hebben. En nu was het, ja, het was zeer snel gedaan met Veronique. Ik ben al lang blij dat ik er nog een heb, weet je. Helemaal iets anders misschien, het filmpje. Jij was er niet op te zien tijdens het filmpje bij de spiritueel centrum. Ja, nee, dat klopt. Vrijdag aanstaande spelen we onze eerste sportpaleisshow. En geloof het of niet, maar ook daar kruipt af en toe een beetje tijd en werk in zelfs zeer veel. Dus het is echt proberen de dingen in elkaar te passen om alles gedaan te krijgen. En het was niet broodnodig dat ik daar was voor dat filmpje. Dus ik heb toen heel andere en volgens mij ook veel belangrijkere dingen gedaan. Want ik denk dat Udo toch nog nerveus was voor hem opkwam. Ja. Maar het was een heel tof filmpje. Hè? Ik denk dat het voor hen wel leuk was om dat eens te doen. Want het is zo jachtig de hele tijd dat het toch wel tof is om er eens van een andere richting naar te kijken. Het was dus eigenlijk wel broodnodig voor Udo, maar het heeft niet zo echt goed geholpen. Ik denk de combinatie van de 2 dingen. Het is goed dat hij zo'n paar oefeningen heeft waarmee hij bijvoorbeeld, als je heel nerveus bent, dan gaat je hart heel snel slaan. En dat maakt dat je soms de controle over ademhaling zo'n beetje kwijt bent. Omdat dat daar snel zit te pompen, dan kan je moeilijker je stem de steun geven die je stem nodig heeft om goed te zingen. En als hij zo'n paar oefeningen heeft, die hem dan een klein beetje puur fysiek kunnen kalmeren, dat helpt. Uiteraard is het altijd het kopje dat allemaal aanstuurt. Het feit dat live orkest er stond vanavond, hij keek daar zo naar uit en ik zeg het, Udo is niet gemaakt om alleen op de scène te staan. Hij is echt gemaakt om voor een band te staan. En dat was vandaag een... Ik heb hem zien genieten en dat was eigenlijk het belangrijkste voor mij. Udo laat ook nooit geen steekje vallen, hè? Oh, jawel. Hij moet verdomme zijn teksten leren. Hij laat regelmatig steekjes vallen, ja. Nee, maar Udo kan veel verschillende dingen aan. En we proberen heel veel aandacht te stoppen in het kiezen van de nummers. En dat was vandaag, vond ik, heel goed gelukt. Die S van Stevie Wonder vond ik echt super, super goed. Dat was echt grote klasse. En ook die Alanis Morissette, dat is een soort genre en dynamiek met gitaren en drums waar Udo zich echt heel goed bij voelt. En zijn stem komt daar goed tot zijn recht. Het is elke keer weer denken en lang en toegewijd nadenken over welke nummers gaan we zingen. Daar wordt echt uitgebreid over gepraat en gediscussieerd. En dat is nodig. Ja, want Udo vertelde ook dat hij volgende liveshow iets gaat brengen dat hij totaal nog nooit niet had gehoord, maar dat het wel uit jouw platenkast komt. Ja, hij gaat zondag Isn't It Time van de Baby's zingen. Baby's is een vrij oude groep, die bestaan al lang niet meer. Ik denk eind jaren 70, begin jaren 80 moet dat geweest zijn. Udo kende dat helemaal niet, maar al vanaf we hem meegenomen hadden bij de laatste 4, wist ik, als die ooit bij de uitzending met live band geraakt, dan zou ik graag hebben dat hij dat nummer zingt. Omdat ik weet dat zijn stem dat aan kan. Omdat het is een heel groot nummer om te zingen.
Het begint met alleen een pianootje, maar er komt het hele orkest bij met strijkers, blazers. Het is werkelijk een groot nummer. En een fantastische song. En hij heeft het een aantal keer op de workshop gezongen en daarna was hij er zeer enthousiast over. Dus ik ben echt blij dat hij het gaat doen. Ik weet niet hoe bekend of hoe onbekend het nummer is bij het groot publiek. Mensen van mijn leeftijd, die kennen het nummer allemaal natuurlijk, maar wij zijn ook al ouder. Ik denk dat 14 of 15-jarigen, die toch veel stemmen, misschien niet meteen het nummer kennen. Maar zij herkennen natuurlijk wel een goede zanger, want daar staat geen leeftijd op. En Udo is een fantastische zanger. Maar is het dan niet soms riskant om een nummer te kiezen dat minder bekend is en om nu nog zo naar de liveshow toe, de finale eigenlijk toe, nog veel uit te proberen? We zijn niks meer aan het uitproberen nu. We weten goed wat Udo kan en wat hem niet kan. We proberen daar gewoon de beste nummers voor te kiezen. Ik persoonlijk denk dat het gevaarlijker is in het begin van de wedstrijd om heel onbekende dingen te doen. Omdat, zeker als mensen kandidaten nog niet goed kennen of nog niet echt... Weet je, bij Idol kwamen alle kandidaten nadat ze gezongen hadden, bij Koen en Chris op de stoel zitten. En dan deden wij een klapken. En na 3-4 weken kenden de mensen thuis een beetje het karakter van de kandidaten door hoe ze praten en hoe ze overkwamen. Bij X-Factor de eerste paar weken, dan wist je niet veel van de kandidaten, behalve hoe ze zongen. En mensen stemmen dan toch ook makkelijk voor een nummer dat ze zelf heel goed vinden. Dus ik denk dat het daar gevaarlijker was om iets totaal onbekends te doen. Maar ondertussen, na 9 weken, denk ik dat de mensen die het programma volgen heel goed weten, Udo is zo'n soort zanger. En als die dan een goed nummer te horen krijgen dat goed gezongen is, dan hoop ik dat het niet meer nodig is dat dat echt een wereldhit is. Enfin, nu, het voordeel is, we kunnen volgende week weer 3 nummers zingen. Dus dan mag er wel eens iets bij zijn dat misschien minder gekend is, maar dat wel heel straf is en dat goed aansluit bij iemand zijn stem. Dan heb je nog 2 andere songs om het programma mee op te vullen. Ja, nee, om echte hits te zingen natuurlijk, die de mensen dan wel kennen. Ik denk niet dat iemand niet voor Udo gaat stemmen omdat hij volgende week dat ene liedje zingt. Want ze horen hem 3 nummers zingen en ze stemmen voor een kandidaat en voor een stem die ze ondertussen kennen. Ik denk dat het Udo redelijk goed gaat lopen. En ik hoop dat hij in de finale terechtkomt. Dat hoop ik ook. Hartelijk bedankt. Dankjewel.